Cooled Heads. Hey kookvrienden! Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Food Hacks bij René in de keuken. Waarin ik tips geef om zo lekker mogelijk, zo snel mogelijk en makkelijk mogelijk te koken. Hoe maak je nou de allerlekkerste biefstuk klaar? Zonder dat hij zo taai wordt als de zilver in je schoen. Of zonder dat hij zo droog is als het zand uit de Sahara. Ik ga je dat vandaag vertellen. Ik heb zelf een tip gekregen van een vriend van mij die bij Oibe Loetje heeft gewerkt. Loetje, dat is een restaurantketen in Nederland. En dat is ontstaan in Amsterdam. En daar maken ze biefstukken klaar. Ja, waarvan iedereen zegt van, ja, zo lekker heb ik het dan nooit gegeten eigenlijk. Nou, ik ga je vandaag vertellen hoe dat komt. Die allerlekkerste biefstuk die begint eigenlijk met het kopen van het product. Koop gewoon goede producten. Koop je biefstuk niet bij de supermarkt, maar bij een slager. En laat je ossehaas, in dit geval, of je kogelbiefstuk, gewoon afsnijden van het stuk vlees. Zodat je een lekkere dikke plak krijgt waar we mee gaan werken. Deze biefstuk wordt niet gegrild of geroosterd. Het wordt niet in olijfolie gebakken, niet in roomboter. Nee, het wordt in Blue Band gebakken. Nu lijkt het echt wel een reclamecommercial. Als mine bakken doet hij het met Blue Band. Die vrouw staat op en gaat naar bed met Blue Band. Ja, dit wordt ook bij Loetje gebruikt. En dit is de beste boter om je biefstuk in te bakken. Gewoon een stuk margarine. En Blue Band die bevat al het minste water in. Zodat het minder gaat spatten, snap je? De biefstuk hebben we even een half uur van tevoren uit de koelkast gehaald. Zodat we op kamertemperatuur kunnen komen. Ik dep hem daarna eventjes af met een keukenpapiertje. Ja, ik had er wat peperkorrels bij gelegd, gewoon voor de garnering. Maar dat gaan we nu eigenlijk niet gebruiken. Ik ga hem trouwens wel een beetje peperen. Als het al een werkwoord is. Maar ik ga hem in ieder geval een beetje met zout bestrooien. En wat peper. Andere kant ook. Nou, dan veer ik een koekenpan. En daarin gaan we het halve pakje Blue Band gaan we daarin verhitten. Er wordt een half pakje Blue Band van 250 gram wordt er gebruikt op 2 biefstukken. Wat? Hoeveel? Op 1 biefstuk, als je bij 1 biefstukje zou bakken, dan gebruik je dus een kwart pakje Blue Band. Het is dus geen mager recept, dus als je aan de lijn bent, dan zou ik nu het filmpje uitzetten. Nou, laten we heel die klont boter smelten. A few moments later. Nou, de boter is helemaal verhit en staat lekker te bruisen. Ik doe de biefstukken leg ik erin. En die bak ik 3 minuten per kant. Nou is het eigenlijk het geheim van deze biefstukken is dat je ze blijft bewegen in de pan. Dus je loopt niet weg ervan. Maar je blijft ze een beetje zo bewegen door de pan heen. Nou, op een gegeven moment als je ziet dat die vuur helemaal bruin gaat worden, kan je het vuur wel ietsje lager zetten. Nou, de biefstukken hebben we 2 keer 3 minuten gebakken, elk aan 1 kant. Ik haal ze eruit. Ik leg ze even op een stuk zilver aluminiumfolie. Dan wikkel ik hem even in. En dan laten we het eventjes rusten. Dan kunnen de sappen van het biefstuk zich goed verspreiden. Dan doe ik er even 2 eetlepels water bij. Het gaat wel heel erg bruisen dan. Maar ik doe het nog even. Dan gooi ik hem even erdoor. Nou, dan is het alleen nog een kwestie van een biefstuk in het bord leggen. Schenken we lekker wat vuur overheen. En dan serveer je nog een paar witte boterhammen erbij. Net als in het restaurant daar.
Ik ben heel benieuwd. Ja, zie je, de biefstuk is mooi rood van binnen gebleven. Ontzettend lekker. Ja, dit is echt zoals biefstuk hoort te smaken. Nou, dan kan je gewoon een stukje brood kan je afscheuren. Een beetje door die biefstukzuur halen. Kun je ook lekker erbij opeten. Of je doet je biefstuk op de brood. Dat is ook hartstikke lekker. Doe maar wat je wil, maar dit is in ieder geval de lekkerste manier om je biefstuk klaar te maken. Nou, wil je nog meer van die leuke keukentips zien? Blijf me volgen. Ik maak elke zondag een nieuwe video. Geef een duimpje omhoog. Het recept kun je vinden onderaan deze video. Maar ja, het is niet echt een heel wild recept dit. Dus zo moeilijk is het allemaal niet. Dus je hebt niet veel nodig ervoor eigenlijk. Ik zou zeggen, tot volgende week. Hoi!